Meneer Dijkhoff vergeet volgens mij dat hij geen bewindspersoon meer is en staatssecretaris is, maar fractievoorzitter van een van de 13 politieke partijen hier in de Tweede Kamer. En daarmee heeft hij een controlerende rol. Dat betekent ook dat elk Kamerlid dezelfde informatie moet krijgen. En had op het moment dat de heer Dijkhoff op zondag, dus een dag of twee dagen zelfs, nadat de rest van de Kamerleden de informatie kreeg die de heer Dijkhoff kreeg, op dat moment niet zoiets van, hé, dat hadden alle andere dat moeten alle andere Kamerleden ook moeten weten. De heer Dijkhoff. Voorzitter, nee, de tijd zondag tussen het telefoontje en de publicatie op de website van de Volkskrant was vrij overzichtelijk. Voorzitter, de heer Kozoek. Wij zijn Kamerleden. Hey, we zijn geen niet allemaal Volkskrantlezers. Nee, ja. Iedereen moet dezelfde informatie kunnen krijgen. En daarmee is het zo dat een bewindspersoon die u ook controleert, de informatieplicht heeft om die informatie die tot zijn beschikking is te delen met de rest van de Kamer. Niet alleen met de fractievoorzitter van de grootste partij of van de coalitiepartijen, maar met de rest van de Kamer. En mijn vraag concreet aan de heer Dijkhoff is dat op het moment dat toen hij die informatie had, aan minister Zijlstra destijds heeft gevraagd, hé, maar dat moet je zo snel mogelijk delen met de rest van de Kamer. Nee. Voorzitter, ik bedoel ook, dat is, kijk, is een staatsrechtelijke doodzonde, voorzitter. Nee. Dat de politiek. Kijk, nu vergeet de fractievoorzitter van de grootste politieke partij dit zegt, voorzitter. Elk Kamerlid heeft toch recht op informatie en op dezelfde informatie op hetzelfde moment.